Hoi, Fundamental Media TV. Ik ben Boris Geniaal met vandaag... Serena Solari. Ja, ik zie je nogal vaak hier. En ja. Wat doe jij hier? Ik loop hier stage. Kijk. En ik schrijf mijn afstudiescriptie. En die gaat over? Over de inzet van social media in de verschillende fasen van projectontwikkeling in de nieuwbouwsector. Nou, daar weten we wel wat van. Maar daar weten we nog nooit genoeg van. Dus nee. Dat wordt binnenkort nog verder aangevuld. Ja. Komt ook op de site staan, dat onderzoek? Jazeker, wordt gewoon openbaar gemaakt. Nou, mooi. Ja. Volg dat dus. Maar, ja. Je had een idee en dat idee hebben we uitgevoerd. Dat idee heet het peert van Ome Loeks. Klopt. Daarvoor zei je van, we moeten een Facebook fanpage maken voor het peert van Ome Loeks. facebook.com/peertvanomeloeks. Ga daar kijken. En via die fanpage waren er zeg maar drie dingen die dat helemaal leuk maakte, die fanpage. En wat zijn die drie dingen? Ja, nou, zal ik eerst eens vertellen wat het peert van Ome Loeks is? Want misschien dat niet iedereen hem kent. Nee, ik kom hem wel eens tegen, dus ja. Ik ken hem. Ja, maar mensen buiten Groningen zouden het misschien wel niet weten. Nee, nou, vertel. Klopt. Nou, het peert van Ome Loeks is het symbool van Groningen. Een van de vele natuurlijk, maar toch wel een van de beroemdste. Ja. Hij staat voor het Centraal Station. Ja. Het is een standbeeld van het peert met Ome Loeks ernaast. Het is een soort entree van de stad. Ja. Die kom je als eerste tegen als je uit de trein stapt. En we reizen tegenwoordig natuurlijk steeds vaker met de trein. Want in Groningen binnenstad is niet te wezen met een auto. Maar ga verder. Het is dus het symbool van Groningen. Ja. Dus daarom hebben we ook symbolisch een fanpage gemaakt voor het peert. Met de bedoeling dat het de stad inderdaad stimuleert. De plekken in de stad. Want het is een plek, een platform, waar bezoekers, maar ook inwoners, hun stokpaardjes van de stad kunnen delen. Stokpaardjes, Peert, ja, ik voel hem al. Ga verder. Ja. Heel fijn. Ja. Dus mensen kunnen daar hun toplocaties, evenementen, leuke plekken en waar gewoon een persoonlijk verhaal achter zit, kunnen ze daar delen met anderen. Van nou, daar moet je echt zijn of daar moet je kijken. Daar niet kan ook, absoluut. Maar zo wordt het wel een soort van gecrowdsourced, om maar eens een hippe term te gebruiken. Ja. Gecrowdsourced VVV-gids, maar dan allemaal van persoonlijke zaken. Dus je kunt als bezoeker aan die fanpage, kun je bijvoorbeeld dus veel sneller van, misschien zijn het vrienden of zitten ze in het netwerk van je vrienden. Misschien is dat wel leuk of dat wel leuk of dat leuk. Ja. Er komen dus bijzondere plekken in voor. Ja, inderdaad. Wat niet in de standaard toeristengids staat. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is toch wat iedereen wil. Ergens heen en weten van bewoners en van mensen die ervaring hebben waar je moet zijn. Mooi is natuurlijk, iedereen heeft tegenwoordig Facebook op zijn dingetje zitten. Dus je kunt hem eigenlijk, het is bijna een stadsgids. Ja, en als je hem toch op je mobiel hebt, je kan ook inchecken. Oké, okay. En hoe werkt dat? Op Facebook mobiel, mm-hmm. Als je dan bij het peert staat, kun je inchecken. Mm-hmm. En dan krijg je ook plekken in de buurt te zien, een lijst met plekken in de buurt. Dus ongeacht of andere mensen dat aangeraden hebben, dat is gewoon een lijst dat je kan zien wat er in de buurt te doen is. Oké, dus dan zie je ook meteen de meest populaire plekken, want je ziet dan geloof ik zo'n lijst met... De plekken, dus bijvoorbeeld de Coffee Company of het museum. Ja. Je ziet hoeveel mensen daar... Maar dan zie je dus hoeveel mensen daar ingecheckt zijn geweest. Ja. En hoeveel mensen het liken. Ja. Plus je ziet dan volgens mij ook nog de fans van de peert. Of die dat ook geliked hebben. Ja. Oké. Dus of vrienden van je inderdaad. Oké, dus volgens mij dat wordt altijd leuk. Want dan heb je altijd een mooi verhaal. En je kunt overal naartoe en ook zeggen van, nou, dit past me wel, dat past me niet. Of dat, nee. Nou, en wat het nog leuker maakt, dat is natuurlijk, kijk, als je van Groningen houdt, dan wil je dat graag laten zien natuurlijk. Je wilt dat delen. Je wilt dat delen. Nou, dan kan je nu gewoon op de foto met het peert. En dan upload je die foto op de fanpage en dan tag je jezelf. Dus dat is, zeggen dat jij dat bent, zodat wij ook weten dat je bent. Want... elke week maakt iemand kans om het stokpaardje van de week te worden. Oké. Dus we maken er ook nog eigenlijk een soort van ambassadeurs van. Ja. Of in ieder geval bijzonder. Ja. Cool. En als je stokpaardje bent, dan krijgen jouw stokpaardjes ook extra aandacht? Ja, als je stokpaardje van de week wordt, dan word jij even in het middelpunt gezet. En dan mag jij aan iedereen verkondigen wat jouw stokpaardjes in de stad zijn.
Cool. Waar je naartoe moet. Oké. Okay. Ja. Nou, het staat er nu. Ja. Er wordt ingecheckt. Er worden foto's genomen. Ja. Dus ik kan me niet anders voorstellen dan dat het een groot succes wordt. Ja. Facebook.com/Peert van Omelux. Word fan voordat je iets mist. Mooi. Doei.